We gaan nu de bovenste draad van de machine inrijgen. Vooraleer je begint met het bedraden van de machine, is het belangrijk dat je controleert of je persvoet wel omhoog staat. In mijn geval staat mijn persvoet nog naar beneden. Dat heb ik gedaan omdat ik de persvoet altijd naar beneden zet als de machines vervoerd moeten worden. Je hebt hier aan de achterkant de persvoethendel. Daarmee kan je je persvoet omhoog zetten. Dan kan je de machine makkelijker bedraden. Je begint met je klosje garen of je bobijntje op de draadhouder te zetten. En dan ga je de weg volgen die met 3 pijltjes is aangeduid. Hier is een pijltje, dat is het eerste pijltje. Het tweede pijltje zit hier vooraan. En het derde pijltje zit hier weer bovenaan. Je houdt de draad gespannen tussen je twee handen. En elk pijltje staat bij een soort haakje waarachter je je draad kan klikken. Trek je draad goed naar je toe en volg dan de logische weg, dus deze gleuf, totdat je bij het tweede pijltje komt. Dat pijltje wijst naar boven, we volgen dat. Bij het derde pijltje hier kan het gebeuren dat je deze haak, dat is de grijper, dat je die niet ziet. Als die in je machine verstopt zit, zoals nu, dan moet je aan de rechterkant van je machine aan het handwiel draaien om die grijper uit je machine te halen. Wat ook heel belangrijk is, is dat je altijd als je aan dat handwiel gaat draaien, dat je jouw kant op draait. Als je te veel naar de verkeerde kant draait, dan gaat de machine sneller blokkeren. Dus ik draai aan het handwiel totdat die grijper er mooi uitkomt. En ik zorg dan dat mijn draad van rechts naar links achter die grijper haakt en dat die terechtkomt hier in het oogje van die grijper. Ik heb nu de weg gevolgd, de 3 pijltjes heb ik gevolgd. Dan is het het moment om de draad door het oog van de naald te steken. Hier is het oog van de naald, aan de onderkant van de naald. Als je dat gaat doen, zorg dan dat je een stukje van je draad afknipt, vlak voordat je dat gaat doen. Dan heb je een scherp uiteinde en dan kan je dat uiteinde makkelijk door het oog van de naald steken.